Dit is dus de serie zoals die nu zo totaal onverwachts in de actie kwam deze week. Witte schalen met rood van binnen, die heb ik dus niet. Deze serie had ik nog wel staan, splinternieuw. Je moet zelf een beetje de afweging gaan maken of deze schaal iets voor je is. Vereiste vind ik zelf wel een beetje dat je best wel een grote keuken moet hebben. Want ze zijn best wel behoorlijk fors. En kijk gewoon even of dat je zegt, ja, daar loop ik wel eens tegenaan. Of dat vind ik wel heel erg handig. Ze zijn dubbelwandig, dus ze zijn heel goed te isoleren. Dus wat je er warm in doet, blijft ook lekker warm. Wat je koud in doet, blijft ook warm. Hij heeft twee standen. Hier zie je een open gaatje, waardoor het deksel, de lepel er zelfs in kan blijven staan. Maar wil je hem afgedekt wegzetten om lang warm te houden, dan draai je hem om, want kijk, hier zit juist weer een bolling. Dus als we daar het deksel op zetten, kijk, dan is die dus ook echt afgesloten. Op die manier kan je dus iets heel lang warm houden, makkelijk, met de feestdagen straks. Als je al iets lang van tevoren klaar wil maken, maar zit je zomers buiten met de barbecue, dan is die natuurlijk ook handig, want dan kan je er lekker lang een bol in koel houden, een salade in koel houden. Je kan de schalen dus ook uit elkaar halen en dan heb je eigenlijk dubbel zoveel schalen. En dat is zeker makkelijk als je iets niet lang warm hoeft te houden of heel lang koel. Dan heb je gewoon dubbele schalen. Want kijk, de inzet is ze gewoon uit te halen. Ga ook niet om warm te houden hier water in doen. En te denken dan blijft dat met warm water warm. Nee, lucht isoleert. Het is juist de lucht die ertussen zit die zorgt dat de warmte niet naar buiten kan. En of de warmte juist niet naar binnen kan als je iets koel wil gaan houden. Op deze manier kan je ze dus ook dubbel gebruiken. Dan heb je gewoon een hele mooie serveerschaal. Daarbij krijg je zelfs nog een los deksel, zodat je iets helemaal kan afsluiten en bewaren en in je koelkast zetten en vrij van de vliegen. De binnenschaal, die mag zelfs in de magnetron. Dus heb je iets lekkers klaargemaakt en je wil het nog even doorwarmen of het er wel een poosje buiten gestaan, die denk ik mag best iets warmen. Dan zet je hem gewoon even terug in de magnetron. Het deksel erop, maar ook het deksel is uit elkaar te halen. Want ja, als die zo isoleert, dan komen die microgolven daar natuurlijk ook bijna niet doorheen. Dus je mag hem nooit met dubbele laag in de magnetron zetten. Dan halen we deze, drukken we er even uit. Dan past deze hierop, let wel op dat je hem dan met het gaatje openzet, zodat hij de juiste luchtgaatje hebt voor in de magnetron, zodat de deksel niet vacuüm kan zuigen. Je zou de deksel erop kunnen laten. Ik denk dat je heel vaak geen zin hebt om hem uit elkaar te halen. Hoewel in de vaatwasser is dat natuurlijk ook handig, want zeker als dat er misschien water tussen komt. Maar ja, zo warmt hij natuurlijk iets minder goed door, omdat je hem, het is een dubbele laag. Daarbij zit nog dit schattige kannetje. Als je dit deksel uit elkaar haalt om in de magnetron in de binnenschaal iets te gaan opwarmen, dan valt het middelste, of dan valt hij er eigenlijk in. Dus ja, dat is niet zo heel handig. Dan zou ik het deksel erop laten. Sowieso moet je het opwarmen. Even kijken, met het gaatje open natuurlijk in de magnetron opwarmen. Opwarmen moet altijd, waar je het ook in doet, altijd op een laag vermogen. Ik zou zeggen 360 watt of zelfs nog laag. Want zelfs op een doorstand kan je iets heel erg warm krijgen. Want doe je te hoog en je hebt hier een vette jus in zitten of een saus, dan heb je kans dat hier rondom ingebrande randjes komen. Ja, en die worden natuurlijk niet vergoed. Dus gewoon lekker rustig. Je zet hem in de magnetron heel laag op een doorstand. Van mij pad op 180 watt. En dan zit je er gewoon desnoods 8 à 10 minuten in. Dan kan het lekker rustig doorwarmen. De doorwarming is veel beter. Dus altijd opletten met niet te hoog vermogen opwarmen. Altijd het ventilatiesleufje openzetten. Dat is ook handig. Maar kijken hoe schattig het sauslepeltje die erin past. En zo heb je op die manier kan je heel wat serveren. Maar kijk even, je ziet het zijn best wel forse schalen. Nu heb ik hier wel de allergrootste. Dus kijk maar of het wat voor je is. Even de uitleg over de weekaanbieding.